vlak voordat ik opkom, dan denk ik wel eens van pff, waarom doe ik dit? Ja, ja dat ken Omdat, ik. En dan is dat de enige persoon die ik daarop aan kan spreken. Mm. Hey, you fucked up. Ik ben van mening als je positief denkt, ongeacht de situatie, trek je positief aan. Trek je positiviteit aan. En andersom is het precies hetzelfde. Dat als je er dan bent, dat het soms tegenvalt of dat je uh, het jammer vindt dat de reis is afgelopen. Welkom bij weer een nieuwe podcast, genaamd f Relativeren, met niemand minder dan Rico Verhoeven. Ja, gezellig. Top dat je er bent, man. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, en ik kan nu ook gewoon in één keer zeggen dat ik uh, iemand in mijn podcast heb die uh, Joe Rogan ook gehad heeft. Ja. Want wij gewoon dezelfde gasten hebben. Gek, hè? <laughs> hoe, was, hoe was dat? Want jij zit in die podcast van Joe Rogan volgens mij negen maanden geleden zat je daarin. Ja. Hoe, hoe was dat om hem, uh, om hem te ontmoeten? Want hij is wel echt een soort grootheid geworden, hè, nu? Uh, ja. Nee, ja. Maar... Uh, ...gek genoeg was het eigenlijk... ...gewoon heel normaal. Ja. Omdat, um, we hebben echt al langere tijd... ...hadden we contact. En ja, weet je... ...ik ga in en uit Amerika... En, zoals, ...en hij zit natuurlijk ook heel druk... Met, ...met UFC dingen en zo... ...dus hij had al een paar keer gezegd... Van, ...kom naar een podcast, vind ik leuk... ...en, dit, ja. en dat. Dus dat is allemaal ja, super gezellig. Alleen... ...ja, weet je... ...het kwam er steeds niet van. En op een gegeven moment... ...was ik daar uh, voor een langere tijd... ...en uh, toen konden onze agenda's uh, zinken... ...en toen uh, was ik daar. Ja. Tof ja, hoor. Ja, superleuk, superleuk. Iedereen is daar geweest, de grootste sterren en, uh, maar ja, weet je, je zit gewoon. Het is eigenlijk hetzelfde als dit. Gewoon lekker zitten, lekker kletsen. <laughs> Ja, dat vind ik wel tof om te horen. Dat het gewoon hetzelfde aanvoelt hier als bij ja, Joe Rogan. Zeker weten. Ik ben wel benieuwd dat kamertje waar hij dat filmt. Wat, wat is dat? Is dat bij zijn huis of is dat een studio? Nee, dat ja, is een um, eigenlijk een soort van grote loods en daar heeft mm -hmm. hij dan uh, een studio uh, studio in staan. Um, daarnaast een aantal kantoren. Daarachter een grote bizarre gym. Ja. Er uh, staan auto's. Ja, uh, yeah, it's crazy. Echt, echt heel nice. En is dat in Californië of ja tof. Ja, ja, ja. Hij is echt een groot vechtsportliefhebber, toch? Want ja, hij is groot. Hij traint zelf ook superveel. En uh, da daarom kan hij natuurlijk ook zo meepraten over van alles. Zoals ja. jij bent, je doet natuurlijk ook boksen. Dus dan kan je dan weet je waar je over praat, over hoe het is om een stoot te geven. Misschien nog wel belangrijker om een stoot te krijgen. Ja. Hoe het is om dat te incasseren. En het is heel lastig om daar te over praten als je dat nog nooit hebt meegemaakt. Nee, nou is dat boksen van mij wel te verwaarlozen hoor. Ja, maar het is toch, je doet het en je weet het. En je, als je het doet, doe je het fanatiek. Dus dat schijnt ja. wel. Ja, en mijn interesse ligt er wel. Ja. Hey, um, ik zat ook te denken van de week. Ik heb, um, ik heb jou, denk ik, zes, zes, zeven jaar geleden voor het eerst ontmoet. Toen hebben wij een video samen gemaakt. Ging met jou ja. trainen, weet je dat nog? Oh ja, ja we gingen trainen. Ik zat even te denken, wat deden we toen ook? We gingen ja. trainen, ja. Ja, dat was eigenlijk voordat je echt, volgens mij, die, die allergrootste wedstrijd had gespeeld. Toen, uh, toen was je wel opkomend en toen... Ja. Heb ik jou een keer benaderd om een keer een dagje met jou mee te trainen. ben ik de hele dag mee ja. geweest. Ja, dat was leuk. Gingen nog training doen en zo. Ja, ik heb nog steeds spierpijn. Ja? Ja, van die benenoefeningen. Want toen zag ik die benen van jou. Ik dacht, jezus mina. Ja, nu snap je waar ze vandaan komen. En nu snap ik waar ze vandaan komen, ja. ja grote deel is gelukkig ook genetisch. Dus dat ja? Wel. Ja, ja, ja. Maar ja. hebben je ouders ook van die grote benen? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ik weet niet. Ik ben achter de bloemkolen gehaald. Dat is echt bizar. Nee, echt... Um nou hoorde ik van mijn oma dat mijn opa wel echt een, een hele grote man was. Ja. Maar uh, ja, voor de rest valt het eigenlijk, uh, valt eigenlijk wel mee. Mijn vader was gewoon normaal. Uh, ja, mijn nee. moeder was ook niet bizar groot of zo. Dus, nee. ja. Maar ja, goed, je, je zegt genetisch bepaald. Maar ik heb, ik heb wel gezien tijdens die training dat je daar ook wel echt even iets van moet doen. Ja, ja, ja zeker, zeker. maar Bijvoorbeeld mijn benen. Die zeiden, oh, je benen, niet normaal. Maar toen ik... 16 was, ja. waren mijn benen ook al zo groot. Alleen was mijn bovenlichaam heel skinny. Ja. Heb je dus, en nu is het soort van allemaal een beetje in proportie gekomen. Dat je, nou, als je dan wat ouder bent, ga je meer krachttraining en dan groeit alles een beetje meer. Maar die benen zijn eigenlijk, denk ik, niet heel veel groter geworden. Dus alleen misschien wat, wat minder babyvet. En <laughs> ja, nu is het gewoon één bonk spier. Lekker bovenstappen man. Ja, man. Hij hey, maar genoeg over je benen, anders wordt het heel raar gesprek. Ja, het heel, uh... Hey, uh, ik weet wel dat die periode. Ik, ik vond de vechtsport altijd leuk, maar ik ben door jou eigenlijk naar mijn eerste kickbokschschala's gegaan. Ben ik, uh, ik ben volgens mij vier of vijf keer met je meegewezen. De wel, Bols aan ja, ja. Bijna, In ieder geval als je kan, dan ben je erbij. Ja, ja wel echt tof. Echt super leuk. En uh, ja, je hebt wel uh, wat toffe dingen meegemaakt al. Wat mooie ja. wedstrijden gezien. Ja, volgens mij. Uh... En zelfs voor mij, ook als ik niet vecht, dan ben je er, ben je er, ook, uh, ben ja. er ook bij. In ieder geval als je kan, dan ben je erbij. Ja, ik weet nog die, die, uh, die partij tegen uh, Bensadiek. Ja, dat toen uh, zijn we daarna uh, nog met je mee geweest. Dus, ik heb nog echt zo'n zo <laughs> foto met die belt. die heb ik toen naar iedereen doorgestuurd. <laughs> Kijk wat ik gewoon ja. heb. <laughs> Jij stond er nog naast helemaal bezweet, blauw plekken. Maar nee, maar die belt, dat is gewoon wel echt voor heel veel mensen zo'n iconisch ding. Ja. En, uh, ja, voor mij ook nog steeds. Ja, dat is toch wel. Uh, ja, weet je, je hebt een. Weet je, alles. Het is de. De atmosfeer in die arena en dan... Een beker is tof, maar die bel, dat is wel... Ja, dat is uiteindelijk wel wat voor je doet. Ja. Weet je, en dat was voor mij vroeger toen ik uh, Peter Aarts in zijn carrière tijd voor de tweede keer wereldkampioen zag worden. Daar ontstond de droom. Ja. Die grote belt, die grote check. Die mensen die uit een dag ja. gingen. En dan denk ik, wow, it's crazy. Weet je, dat is... Dat is mijn droom. Ook die belts mee Ja, want dus heb ik het tien. Ja. <laughs> Dus ja, ja, het is heel bizar. Heel bizar. En heel dankbaar natuurlijk voor dat je dit allemaal mag meemaken. Maar als ik daar dan zit, hè, ik zat echt, uh, ik had mooie plekken toen uh, echt, uh, volgens mij zat er een hekje uh, om de ring heen. En wij mochten daar dan nog achter. Dus ja, wij ja. konden echt de bloedspetters, die, die konden we ruiken en voelen. Ja. Um, maar ik had toen ook zoveel spanning. Gewoon, iedereen in die zaal voelt ja. die spanning. Maar jij moet er gaan staan. Ja. Dus als je daar naar kijkt en je voelt die spanning al, dan moet het krankzinnig zijn wat jij voelt op het moment dat je, dat je opgaat. Tuurlijk. En, en ik vraag me wel af, ik, ik heb het misschien deels. Uh, kan ik het misschien een beetje vergelijken met als ik een theatershow ging doen? Dan was ik van tevoren ook gespannen en dan zit je echt in een soort kokon. Dan voel je al die spanning, maar die spanning zorgt er ook weer voor dat je daarna top kan presteren. Want ja, man. je hebt adrenaline. Hoe, hoe kan je, zeg maar, vlak voordat je opgaat, heb je dan überhaupt nog gedachten? Want je hoort het geroezemoes van de zaal en wat gebeurt er dan met je? Ja, tuurlijk. Het is, um... ja, het is zo moeilijk te omschrijven zelfs. Um ja ik weet niet of jij dat wel wel eens hebt gehad of maar dat gevoel dat ik soms dan voor de vlak voor dat ik opkom dan denk ik wel eens van waarom doe ik dit ja, ja dat ken omdat... ik omdat ik alles zo tot de punt perfect doe mm. geeft dat eigenlijk voor jezelf alleen nog meer druk omdat er is niks confronterender dan te kunnen zeggen hé, hey, ik heb alles perfect gedaan, maar ik heb verloren. Ja. Dus dan verlies je of omdat je een fout gemaakt hebt... of omdat je gewoon minder goed bent. Mm -hmm. En dat is echt heel confronterend. En die confrontatie willen niet heel veel mensen aan. Het is heel ja. lekker om te kunnen zeggen... ja, weet je, ik heb nog een paar mekkies gepakt... een paar keer uitgegaan. Ja, precies. Ik heb niet echt... Uh, ja, weet je, een ik oorzaak gedaan aanwijzen. Ik, ja, ik had, ik, had, ik, had, ik had eigenlijk wel iets meer kunnen doen... en dan had het waarschijnlijk beter gegaan... En omdat ik mezelf dat niet geef, is die druk heel hoog. Maar mm -hmm. juist op het moment dat die druk heel hoog is, heb ik nu het gevoel, in tegendeel tot vroeger, dat ik nu beter ben onder ja. die druk. Omdat ja. ik dan gewoon denk van ja, ik heb alles gedaan. Ik ben, ben daar. Ik ben op die plek waar ik moet zijn. Ik heb er... Dus ik heb het zo gestuurd dat ik nu ben in de beste vorm die ik moet zijn om dit te kunnen doen. Dus, en dat is, maar dat is voor mij als ik andere mensen zie. Uh, waar ik goed mee ben, zie vechten. Of, dan heb je het zelf niet in controle. Kijk, ik merk het ook aan allemaal mensen. Kijk, door de jaren heen heb je natuurlijk heel veel nieuwe mensen ook ontmoet. En ook uit de entertainmentwereld. En die zeggen: nou, Hé, hey Rico, ik wil een keer komen kijken. Nou, je, je kent elkaar, weet je wel. Je, je spreekt af met elkaar af, maar je gaat lekker uit eten. Dit, maar op het moment dat ze mij dan in de ring zien, dan zijn ze ineens helemaal gestrest. Omdat het gewoon, een heel, ja, gewoon heel anders is. Het is uit, je kent iemand en het is uit je. Ja, uit je controle. Ja, het is natuurlijk een heel. Het is een geweldige show, zo gala. Maar het woord show uh, betekent niet dat het niet realistisch is wat er gebeurt in die ring. Die klappen zijn echt. Is 100 die 100%. Die, die pijn voel je. En. Ja. Um, wat ik wel interessant vind, is eigenlijk omdat je dus aangeeft: van ik heb er alles aan gedaan. En dat zeg je ook in je interviews. Ik heb ja. top getraind. Dus niks wat ik heb gelaten. Of ik heb er een hele hoop gelaten, bedoel ik. En. Um, ik heb er alles aan gedaan. Dus als ik vandaag niet zou winnen, ja, dan, dan ben je dus. Uh, misschien niet goed genoeg en nee. ik denk dat dat heel dat is inderdaad dan heel pijnlijk denk ja. ik voor jou ook die confrontatie is, is ja, ik denk dat het het moeilijkste is om dat te onderzien eigenlijk of dat, dat je zegt van, dat je dat moet zeggen ja weet je en daarom op moment dat ik wel eens een wedstrijd verloren heb of dat ik niet tevreden ben over een wedstrijd dan ga ik letterlijk of voor de spiegel zitten of s morgens als ik dan wakker word mijn gezicht was en ik kijk in de spiegel en dan is dat de enige persoon die ik daarop aan kan spreken mm. dan, hey You fucked up. Zo, je bent eigenlijk je bent echt een soort tweestrijd met jezelf dan. Tuurlijk, je ziet jezelf in die nu. spiegel. Je denkt, jij gaat mij niet teleurstellen. Bijna alsof het een andere persoon is, misschien. Nee, maar dat is. Weet je, je bent ook zo op jezelf aangewezen. Mm -hmm. Je hebt het met z'n allen gedaan. Iedereen heeft zijn hoop om daar mentaal in die, op die plek te komen. Dan ben je er. Maar jij bent degene die het moet uitvoeren. Dus het gaat of staat. Snap je, het, ja. op wat jij doet. Dus ik het opfok, dan fok ik het op, maar dan verliest heel mijn team. Mm -hmm. Snap je? En dan om die confrontatie aan te gaan met jezelf... te zeggen van... hé, hey, dit heb ik niet goed aangepakt. Ja. Dat is, maar dat is niet alleen met dit. Dat is denk ik met alles in het leven. Ja. Het is zo lekker en het is zo makkelijk... om lekker je vinger te wijzen. Mm hé, -hmm. hey, deze podcast is, is kut... want de, camera niet, de cameraman doet zijn werk niet goed. Het is lekker makkelijk. werkt goed. Zie Weet het je wijs. wel? Hé, hey, dan hoort het van een andere. Ja. <laughs> We kunnen het maar beter gewoon gelijk zeggen. Ja. Nee, nee, maar dat is heel makkelijk. Ja. Maar het is heel pijnlijk om naar jezelf te kijken, en naar jezelf te wijzen, van hé, hey, misschien had ik dit anders moeten noemen. Ja, dat, dat is al een, op, op kleine schaal als mensen bijvoorbeeld zeggen van uh, ik heb een tijdje ongezond geleefd en ik ga, nu, uh, ik ga nu weer hardlopen. En dat ze een rondje gaan hardlopen en dan zeggen oeh ik heb uh, last van mijn knieën... en dan direct een oorzaak willen kunnen aanwijzen. Ja, ja nee, maar daarom ik heb ook, doe ik het niet. Ja, of ik heb van de week lopen feesten dus. En jij probeert eigenlijk voor jezelf te creëren dat je geen enkel excuus hebt. Nee, kijk dus, kijk naar jezelf. Ja. En dus, maar het is in alles in het leven, het is zo lekker makkelijk om een excuus te hebben. Hé, hey, ja, het is coronatijd, dus ik sport niet. Mm -hmm. Of de sportscholen zijn toch dicht. Ja. Ga naar buiten, ga hardlopen. Ga voor de televisie, ga opdrukken, ga buikspieren doen. Er zijn geen excuses. Overal is een excuus voor, maar er is ook overal een oplossing voor. En het ja. is maar net hoe, ja, hoe graag je het wil. Yeah. En dat is, de, dat is altijd mijn, mijn visie. En dat zeg ik ook in, in, in mijn vak. Zeg ik, everybody wants to be champion, but nobody wants to put the work in. Mm -hmm. Want het is zo makkelijk om te zeggen van... hé, hey, weet je wat ik wil? Ik wil hebben wat Kai heeft. Lekker een beetje podcastje doen. Lekker dit, televisie. It's easy work. Maar ik weet, toen wij samen dingen deden... was jij niet hier. Nee, klopt. Was je ook aan het ploeteren en dingen ja. aan het doen... en hoe moet het maar op. Maar nu je daar bent... zeg hey hé, dat is wat ik wil. Oké, okay. maar doe dan ook ja. de dingen die jij gedaan hebt... om hier te komen. Hetzelfde ja. met ik. Met wat ik gedaan heb. Is... Zeg, hé, hey, ik, wil, ik wil wat Rico heet, Ik wil kampioen zijn. Oké, okay, maar stop ook de uren in die ik erin heb gestopt. Dag in, dag uit. Dingen ja. opofferen. Uh, sociale leven. Noem het, noem het maar op. Alles wat erbij komt kijken. En daarom zeg ik altijd: van, Het is zo makkelijk om te zeggen: Dit is wat ik wil. Maar het is veel moeilijker om de dingen te doen. Om überhaupt daar te komen. Ja, zodra mensen concessies moeten maken, uh, dingen moeten wegstrepen uit hun huidige leven om dat doel te bereiken, dan, dan wordt het een opgave. Dan wordt het lastig. Ken jij uh, je kent vast wel uh, de term uh, law of attraction. Uh -huh. geloof, je geloof je daar heilig in? 100 procent. Ja. Zelfde als um, ik ben van mening als je positief denkt, ongeacht de situatie, trek je positief aan. Trek je positiviteit aan. En andersom is het precies hetzelfde. Daarom, op een gegeven, ik weet niet, ik denk dat iedereen dit wel meegemaakt, maar het is op een of andere reden op het moment dat het iets kapot gaat in huis. Gaan er twee, drie dingen achter elkaar? Ik denk, hoe dan? Waar heb ik dit aan verdiend? Dat alles tegelijk komt. op een of andere manier gebeurt dat gewoon. Dus ja. Het komt gewoon achter elkaar. En dat heb je ook weer met. Maar andersom is het precies zo met positieve dingen. Dat je denkt, zo, zo, dit. Wel. Oeh, en die en die en die bal vallen ook allemaal lekker, zeg. Ja. Dus als hij eenmaal rolt, dan zit je daarin. Alleen je moet daar wel, je moet in die cirkel komen en je moet daarin blijven. Alleen dat kan, de enige die het kan doen. Ben, ben jij met jouw mindset gedacht? Ja, ja ik, ik ben het hier roer mee eens. Ik heb, uh, ik heb het idee dat alles is maakbaar. En als je uh, het hebt over energie, uh, als jij doelen stelt, ik ben ervan overtuigd dat het universum dat doel al voor je heeft klaar liggen. Precies. En als je daarin gelooft, en dat is ook een beetje het visualiseren van dat moment, stel je voor, ik wil heel graag uh, de top bereiken uh, in de boxwereld. Als je dat kan voelen en visualiseren en je vertrouwt erop... dan is de energie die je daarmee uitstoot ook de energie die dat naar je toe trekt. En, um, bijvoorbeeld, ik heb het boek, boek van Mike Tyson laatst gelezen. En die, uh, die is daar natuurlijk ook een schoolvoorbeeld van. Ja. En uh, die ging zelfs zover dat zijn, zijn trainer, die Kast... die heeft hem toen uh, bij een hypnotiseur uh, langs laten ja. gaan. En uh, toen moest hij iedere ochtend tegen zichzelf zeggen... ik word de jongste wereldkampioen. Ja. En hij is, hij is een voorbeeld van dat je dat dan op een gegeven moment ook wel echt uh, kan bereiken... Ja, maar dat, dat letterlijk dat is het. En het grappig is dat je dat zegt. Ik had een, ik had een interview met Mike Thijssen. Want je net vroeg: wat is je gevoel. wat door je heen gaat voordat je opkomt? Dus um, nou, interviewstijl was eigenlijk. Hij vertelde zijn gevoel en verhaal. en daar, aan de hand daarvan was de vraag van hoe ik me daarbij voelde. Dus dat was dus het gevoel. Hoe voelde jij je toen je. als je opkomt? Wat gaat er ja. door je heen? Mm -hmm. Dus nou, het zijn dingen dat ik zei: ik wil pakken. Ik wil hem vermoorden. Weet je dat was het. Dat was zijn visie. En hij zegt: Hoe voel jij dat? Ik zeg: Ja, weet je, het is. Ik, zeg, ik vind het zo moeilijk om onder woorden te brengen, omdat ik het weet je. Ik zeg: Ik heb nog nooit drugs gebruikt, dus ik kan niet zeggen van het is dit of dat. Ik nee. zeg, Maar ik denk dat het een soort van voor een, voor een junk of zo een shot heroïne moet zijn. Weet je, Dan denk: ik, ja. Oh mijn god, dit is bizar. Ik denk, zo, ik denk, deze, ik deze, man, deze man maakt de meest harde opmerking ooit. Hij zegt: Champ. Hij zegt: Ik heb alle drugs gebruikt. Er is geen enkele drug die jou dat gevoel geeft van de adrenaline als je opkomt. Ja, ja, ja. Dat is toch epic? <laughs> Ja, maar ik denk dat adrenaline uh, een vorm van. van het... Ik denk, als je drugs neemt, dan, dan, dan krijg je ook een soort adrenaline shot. Ja. En die kick van je bloed dat gaat pompen en je zintuigen staan open. Ik denk dat ja. dat, dat wel vergelijkbaar is. Ja, dus ja, crazy. crazy ja. Maar het is echt zo. Ik heb trouwens ik ben een podcast met, uh, met Mike Thijssen gezeten. Ook heel Ja? Dus, maar dat was een hele, hele andere vibe. Ja, hoe, we, uh, hoe is het? Het heet Hotboxing. Hot, hot oh ja, en, heb uh, je daarin gezeten? Ja, ja. Weet je dat? Eigenlijk, ik ben die, die podcast gaan kijken. Ik, was, ik ben sowieso. Diep gefascineerd door Mike Tyson. Uh, omdat hij dat cirkeltje het leven helemaal rond heeft gemaakt. Ja, ja, ja. Ik, vind, ik weet niet, ik vind het fascinerend. En ook hoe humble die nu eigenlijk weer is. Ja. Um, ik keek die podcast heel graag. Dus dat heeft me ook wel gemotiveerd om een podcast te gaan doen. Maar jij hebt daarin gezeten? Ik heb er ook in gezeten, ja. Hoe was dus, hij? Uh, ja, hij is te gek. Maar ik, uh, ik heb Mike al een paar keer eerder ontmoet. Dus hij heeft me ook een keer de belt gegeven na een wedstrijd. Dus dat is te gek. Dus toen ik daar kwam, dan is het gewoon van... Hé, hey, wij kennen elkaar gewoon. En je merkt gewoon, je zit gelijk samen op, op dat level. Weet ja. je wel, van... Ja, gewoon mutual respect. Mm -hmm. En het is gewoon grappig hoe deze man bij. Yo, what's up, champ? Yeah. Ja. <laughs> dus dat zegt hij I yeah, Good to see you, champ, weet je wel. Dus nee, deze, deze man is echt, echt top. En is echt, uh, wat je zegt, is gewoon echt heel, heel, heel erg humble. Uh, yeah. Denk geworden. Hij is humble geworden. Emotionele man ook, hè? Ja, 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 ja. en heel spiritueel ook. Ja. Dus daar hebben we het ook heel uitgebreid over in die podcast. Dus dat hij gewoon echt. Uh, yeah, daar, ja hij heeft natuurlijk wel wat nodige meegemaakt waardoor je wel uh, ja, ja als je dat boek leest dan denk je waarom wordt hier geen serie van gemaakt op Netflix of zo ja is... er wordt een film gemaakt trouwens hè, van echt ja is dus, uh, Jamie Foxx die uh, oh cool die, uh, gaat geloof ik ik weet niet of ze ermee bezig zijn of, maar ik, ik heb een interview gezien volgens mij was het nou mij bij bij Ellen dat Jamie Foxx een, uh, een interview geeft en dat hij echt Mike Tyson gevolgd, maar hij kent ook Mike Tyson heel goed naden hoe die praat zeg maar, ja. dus uh, en hij kent Michael vanaf toen hij nog deed vechten en zo weet je wel, dus ja. hij heeft dat helemaal meegemaakt, dus ze gaan er volgens mij een film ervan maken over zijn leven. Wat vet. Dus ja. Hij heeft natuurlijk het nodige meegemaakt. Dat is heel, uh, heel ja, ik zo. kan net zeggen, het wordt een film van acht uur, denk ik. Ja, crazy. Ja. Echt crazy. Met tijgers uh, en ik <laughs> van wat. Ja, <laughs> ja dat boek is fantastisch voor de mensen die zitten te kijken of luisteren. Ik lees dat boek van Mike Tyson. Het is echt krankzinnig dat iemand dat in één mensenleven kan meemaken. Ja. Hey, en had jij, had jij die, die, die overtuiging, die moet ook ontstaan vanuit het gevoel dat wat jij wil, dat je dat ook kan. Dus die ja. zelfverzekerdheid zorgt, voor, zorgt ervoor dat je erin gelooft. En dat is die law of attraction. Op een gegeven moment weet je dan gewoon, dit, dit is wat het gaat worden. Vanaf welke leeftijd voelde jij dat dan? Of, of herkende je gewoon van, ja, ik ben de nieuwe kampioen? Ja, nou letterlijk, terwijl je, dit, mijn, terwijl je dit vraagt, gaat lekker kippenvel over mijn lijf. Omdat ik dan in mijn hoofd heel snel even terug ga naar... Waar ik vandaan kom en hoe ik ben gekomen, waar ik vandaag ben. Ja, vertel. En dat is, dat is crazy. Omdat ik uh, nu juist kan, nu wat ik net vertelde, wat ik nu kan zeggen, is dat ik onder die druk nu beter ben. Maar vroeger niet. Vroeger werd ik onder de druk juist, uh, werd de druk me eigenlijk een beetje te veel. Ik even heel snel terug. Ik ga terug naar een van mijn eerste, mijn eerste twee wedstrijden. En dat ging goed. En ik, was, ik ben groot, ik, ik ben altijd groot geweest. Ik was 16, ik was 100 kilo. En ik deed mijn tweede wedstrijd en dat was in Amsterdam. Tegen de, daar de publieke held, weet je wel. En die had ook zijn eerste wedstrijd gewonnen, ik ook. En we gingen tegen elkaar, waren allebei uh, ik was 16, 17, hij was, uh, hij was 18, ook een grove gozer. Um, daar zat toen uh, een, een vechtmanager zat daar aan de kant. En ik deed, deed die wedstrijd, ik won de punten. En na die wedstrijd komt hij naar me toe. Ja, ik wil je contract aanbieden, dit, uh, ik was net 16. Dat eigenlijk afgehouden en dat is wel een bevestiging van mensen zien iets in mij. Hetzelfde, mijn vader altijd iets gezien heeft in mij en mij gepusht heeft: je moet trainen, dit, dat, want jij kan goed hierin worden. Nou, oké, okay, dus eigenlijk blijven doen, wedstrijd blijven doen. En op een gegeven moment, als ik een jaar of 18 en toen tekende ik dus bij die man mijn eerste contract. Was ik ook de jongste die ooit een contract, een kickboxcontract had gekregen. En toen, ja, had je wel het gevoel van, hé, hey, op het moment dat ik mij gefocust op wat ik moet doen, dan ga ik daar komen, heb ik het gevoel. Ja, ik werk keihard, ik ben met van alles en nog wat bezig. En dingen gebeuren en ze lopen zoals ik hoop dat ze lopen, omdat ik hard werk. En dat was heel fijn. En dan is je eerste droom, toen die tijd, de K1-tijd nog. En toen ging K1 wel naar beneden, want ik wil graag K1-vechter worden. Mm. Nou, Dus ik tekende dat contract en een aantal maanden later vocht ik dus mijn eerste wedstrijd voor de K1 in Hawaï. Ja, dat was bizar. En dan is het dan iedere keer zet ik voor, zette ik voor mezelf doelen. En ja, die kwamen dan uit. Hey, ik wil K1 vechter worden. Tuurlijk de basis was ik wil kampioen zijn, maar je moet doelen zetten waar naar je, je kan toewerken. Ik wil K1 vechten. Boem, ik stond in de K1. Oh, ik heb mijn eerste wedstrijd, ik heb eerste wedstrijd gewonnen, <laughs> keihard. Oké, okay, nu wil ik kampioen worden. Weet je? Wel? Nou, toen op een gegeven moment um, ik weet even niet meer precies hoe oud ik was. Denk 20, ik denk 20 zo, in 1920. Toen vocht ik mijn eerste toernooi voor de K1. Voorrondes toernooi voor de grote finale. En in Japan. En toen kreeg ik heel veel druk en spanning van. Ja, Rico, deze man is de nieuwe. We hebben echt op een voetstuk geplaatst. Ja, is dan? de is de nieuwe Peter Aerts. Nou, mm. Peter Aarts was al mijn voorbeeld altijd natuurlijk. Um, en ik was dan de, de nieuwe Peter Aarts Omdat ik dan de eerste soort van blanke Hollander was. Die weer terugkwam in het kickboksen. Natuurlijk hebben we, we hebben Sam Schild en dit dat. Maar die was al daar. Mm -hmm. weet je? Maar ik was nu dan de nieuwe, de nieuwe persoon die kwam. Weet je? En, dan, en mensen houden er ook van om te vergelijken. Hè? Je tuurlijk, wordt altijd gelijk met ja, is, ja, Dus daar hebben we natuurlijk allemaal vechters. En badder en die en dat. Allemaal goeie. Maar ik was dan de nieuwe Peter Aarts En dat gaf mij zoveel druk. Dat ik zo slecht presteerde. Omdat ik dacht... Oh, Miljoenen mensen op televisie. Mensen zeggen dat de nieuwe Peter Aerts... Ah, maar Peter Aerts is een beest, is een monster. En nou, toen was het niks. <laughs> toen was ik echt heel slecht. Ja. Dus omdat ik mezelf zoveel druk gaf. En toen daarna ging ik eigenlijk naar mezelf kijken van... maar de vraag is, waarom doe ik dit nou eigenlijk? Dat ik mezelf afvraag, waarom stap ik in de ring? En waarom doe ik wat ik, wat ik, wat ik daar doe? Ja, omdat ik dit leuk vind. Oké, okay, maar hoe kan je dit leuk vinden? Ja, dit is waar ik mee opgegroeid ben. Ik weet niet beter dan dit. Ik vind het gewoon leuk om die competitie aan te gaan, hard te trainen. Het is niet dat ik het leuk vind om iemand pijn te doen. Ik vind het leuk om te laten zien dat ik beter ben als mijn tegenstander. En dan, ja, gevolg is dat je elkaar moet raken en elkaar daarmee mee pijn kan doen, weet je wel. Maar je bent allebei getraind, dus je weet wat er, ja, waar, je, waar je je voor inschrijft. Dus dat was dan die vraag. Toen heb ik het eigenlijk allemaal van me af laten vallen. Van wat mensen ervan vinden. Wat mensen van mijn vechtstijl vinden. Of ik mensen nou wel nog uit Of ik mensen nou niet nog uit Als ik maar win en het naar nou mijn zin heb op het moment dat ik het aan het doen ben. Mm -hmm. En sindsdien uh, ja, gaat het supergoed. Ja. <laughs> dus, uh, dus ja, en zo hebben we dan heel snel... Nu worden mensen met jou vergeleken. Ja, dus nu gaan we zo snel... Die... Is, is dat even snel er doorheen gelopen natuurlijk. Um, ja, dan ben je gewoon op een gegeven moment op een plek in je hoofd waardoor je, je rust hebt. Je hebt rust omdat je de meningen van anderen niet meer uitmaakt. Maar het is ook omdat je, op het moment dat je vergeleken gaat worden met anderen, dan zit je in je hoofd misschien al te veel te denken van moet ik dan ook gaan acteren als een ander? En ja. dan ga je misschien al te veel van je eigen pad af. En dan ben je ja, distracted en dan kom je niet meer tot je recht misschien. Ja, precies. Het is gewoon... Daarom heb ik zoiets van. Ik ben gewoon mezelf. Yeah. de dus rico die mensen hier zien, is precies dezelfde rico als die mensen als ze mij op straat dan spreken. hoop ze ook deze rico tegen. Yeah. Zegt, alleen wat ik kan zeggen is: de rico in de ring is iemand anders. Yeah. Nou, die persoon ben ik ook niet ineens. Niet dat ik een knop zet en die rico ben. Nee, die persoon word ik op het moment dat die wedstrijd dichterbij komt. Er gaan een aantal weken overheen. Ik ga in een soort van dat moment ga ik dan ook in quarantaine. En trek mezelf terug. Niet te veel mensen om alleen, alleen mijn team. Dan kan ik, dan kan ik anders en heftiger reageren op bepaalde dingen, weet je wel. En nou, ik wil niet dat mensen mij zo zien. Omdat ik eigenlijk niet die persoon ben. Alleen dat werkt voor mij om de persoon te zijn of die ik moet zijn op het moment dat ik in de ring sta. Ja. Dus dat zijn twee andere mensen. En voor de rest ben ik eigenlijk altijd zelf. Ja. Op de televisie, whatever, op de straat. Ik hoef mezelf niet anders voor te doen als dat ik ben. Nee. Ik hoef hier nu niet te zitten en nou toevallig ken je mij maar als je mij niet zo kennen. Van zo dat je denkt wat is die Rico een intimiderende gozer. Ja, ik vind ik vind het best spannend al. Ja. Die anderhalve meter is <laughs> niet voor Corona. Misschien omdat nee. ik bang uh, bang ben. Nou, ik raak je net niet. <laughs> maar dat is dat, dat is nee. Weet nee. Ik moet doen op het moment dat ik in de ring sta moet ik doen wat ik moet doen. En voor de rest, that's it. Voor de rest ben ik gewoon een gezellige, gezellige gozer. Een gezellige yeah. papa. En that's it. Wat wel ook interessant is aan dit hele verhaal. Eigenlijk als je als je, een, je hele leven een doel hebt wat je wil bereiken. Dan ga je alles daarvoor opzij zetten. En dan werk je naar dat doel toe. Wat je vaak hoort. Hè, dat kan ook met, met zaken doen. Als mensen iets zakelijks willen bereiken. Een bedrijf willen opzetten. Dan, dan werken ze naar dat toe. En die reis naartoe. Ja. Is vaak het mooist. Ja. En het rare is dus. Dat je je hele leven alles opzij zet om iets te bereiken. Op het moment dat je het bereikt hebt je bent op dat punt, hoor je veel mensen, sporters, uh, mensen uit de televisiewereld of iemand die, die maakt niet uit wat je wil bereiken, maar dat, dat als je er dan bent, dat het soms tegenvalt of dat je uh, het jammer vindt dat de reis is afgelopen. Herken je jezelf daarin? Heb je dat wel eens gehad? Nee? nee? Omdat uh, ik ben zo'n strever, ik blijf, die, die lat blijf ik opzetten. Dus ik ben, ik ben eigenlijk nooit waar ik wil zijn. Nee? Dus, en het leuke is dat er continu... ...nu nog steeds dingen gebeuren... Uh, ...die dromen die uitkomen. Dus uit de basis... Uh, ...bijvoorbeeld, nou die tijd... Uh, ...daar hadden wij het dan net over... ...voordat de camera's aangingen van... ...ik wil een, een, graag met een autopartner samenwerken... ...en ik wil graag een, een, een samenwerken met een autodealer. Oké, okay. daar zijn we. Boom, we werken samen met Land Rover, met Knook. Gek. Oké, okay. die... Die drive hebben, weet je, dat hebben we bereikt. Volgende stap. Ja, ik zou het tof vinden als, als mensen het omarmen dat, dat we eigenlijk gewoon een normale sport zijn. Dat we geen mafkezen zijn. Tuurlijk, wat we doen is, is heftig, dat snap ik ook. Maar ik ben gewoon, ben ook maar een mens. Ik breng ook mijn kinderen naar, naar school en noem het maar op. En ik doe ook met z'n kleuren en whatever. Dus, boom, dat hebben we ook bereikt. En nou, wat grappig is, nu we het net over auto's hadden, is dat ik. Denk in tien jaar of zo. Ik train al heel lang in Utrecht ook. En reek heel langs, lang 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 langs die autogarage, langs de snelweg. Ja, ja, ja. Die, die sportauto's. Ja. En dat ik gewoon ooit tegen mezelf gezegd heb: van op een dag ga ik hier een auto halen. Ja. Heb je? Dat is weer dat stukje Ja, dat is weer dat stukje. Nou, en boom. Tien jaar later hebben, zijn we daar. Heb ik bij Lauwman een auto gehaald. Te gek. Ja. Dat ah, huis, jij... luister, wat, het huis waar ik nu in woon, heb ik zeven jaar geleden, acht jaar geleden, liep ik daar langs. Ik woonde ergens anders, ik woonde in die buurt en ik liep daar langs. Toen zei ik op een dag, nou, toen verdiende ik echt nog niet, toen was ik blij dat ik mijn huur kon betalen, verdiende ik nog niet dat geld. Toen zei ik van, op een dag, als dit huis te koop komt te staan, ga ik het kopen. Ik weet niet hoe, maar het, het huis is nu van mij. Maar je voelde het toen je ook voelt, al. maar het is... Ik, is gewoon wat ik doe, is ik spreek het uit. Ja. Ik spreek het hardop uit. Ik wil acteren. Boom. Ik zeg het ja. gewoon. Wat wil je, Nederlands film? Nee man, ik wil Hollywood films doen. Vriend, ik werd gewoon... Um, begin van het jaar, vlak voordat ik naar Amerika ging... Sorry, ik neem heel je podcast over. Ja joh, gemaakt. ga lekker. Lul lekker. <laughs> ik, ga <helemaal laughs> ik, los. Ga zo, ik ga even weg. Ik check even uit, ik ga even pissen. Maar <laughs> praat hoor. Oh, maar, <laughs> uh, maar dit is... Kijk, dan merk je dat ik, ik word hier enthousiast van yeah. omdat ik eigenlijk dit wil ik overbrengen naar mensen. Van, gooi het in, de, in het universum Klopt. en geloof linksom of rechtsom. En je, als je hard werkt, komt het terug. Begin van het jaar, iedereen weet dat ik wil acteren. Ik zeg het tegen iedereen, ik roep het hard op, ik zeg ik wil acteren. En ik, uh, ik zou een soort van werk, vakantieachtige dingen doen in Amerika. Afspraken staan, leuk. Twee weken voor ik daar naartoe ga, kijk, vlak op zes uur morgens. Ik ging trainen, kijk in mijn, uh, in mijn direct messages op Instagram. hey direct message, boom. Uh, Oké, okay, deze guy is echt een hele, hele grote director, zeg maar, in Amerika. Ja. Yo, Rico, dit, alles goed? En uh, ja, ik ben een te gekke, vecht, uh, te gekke film aan het opnemen samen met, uh, samen met Dwayne Johnson, met The Rock. Ja. En uh, ja... Een, een vechtscène. Daar ben jij perfect voor, man. Dan laten we kijken, over twee weken, laten we kijken of je, ja, of je kan. Oh mijn god. We zijn daar, weet je wel? Ja. Dus, alleen, dan moet ik een visum krijgen. En een visum kon ik niet krijgen binnen, binnen twee weken. Serieus? Dus dus is het nou luk, een stuk gelopen? Dus daar lukte het niet op, nee. Dus ja, dat was crazy. Maar dat, dat is wat ik bedoel. En toen, uh, dat geeft weer aan, zeg maar, mijn werkdrijf uh, ik vloog naar Vegas, dat laat ik helemaal aan de andere kant doen, de westkust. Toen was ik in LA. Maar toen kwam, toen ik, uh, twee weken daarvoor, kwam, ik dus achter dat die opnames waren helemaal in Atlanta. Dus helemaal aan de andere kant. Ik kon, ik had geen visum, dus ik kon niet werken. Maar ik was samen met een maatje, ik zeg: Weet je wat we gaan doen? Ik zeg: Wij boeken gewoon een vlucht naar Atlanta. Mm -hmm. Wij gaan gewoon die handshake doen daar. Dat ze ons even weer gezien hebben. Ja, tuurlijk. Dus even, weet je, van, even top of. Oh ja, dat is die guy, ja. weet je. Wat jammer dat hij niet dit. Maar, dus. We hebben die even hoor. Dinsdagavond zijn we daar naartoe gevlogen, nou, 6, 7 uur vliegen. Daar geweest, denk ik, 2 uur geslapen. 5, 6 uur op de set geweest en daarna weer 7 uur teruggevlogen. En ik denk van dat, dat zijn dingen die moet je doen. Die moet Klopt. je over. Toen ik daar terug in LA kwam, was een zombie. Dat ik gewoon ja. letterlijk uit The Walking Dead gewoon. Maar ik was daar, ik was op de set. The Rock, Ryan Reynolds, handje geschud. Yo, man, het tof, te gek. Thanks for the opportunity, weet je wel. Jammer dat het niet is gelukt, maar uh, ja, laten we zien wat het is. ze schrijft, ja, maak net linksom, rechtsom. We doen nog genoeg projecten. In de toekomst gaat het zeker goed komen. Ja, joh, en dat ene handje, dat slaat weer een brug voor zoveel meer. Snap toch? Me? En dan de volgende keer als je elkaar ziet, hé, hey, dat is die guy. Juist. Weet je wel, en dat, is, ja, dat, zijn, dat zijn allemaal die kleine dingetjes die belangrijk zijn. Dus die extra stap die je moet maken om. Ja. komen waar je moet, en dan moet je gewoon niet bang voor zijn. Gewoon keihard werken, dan komt het naar je toe. Ben ik 100% van overtuigd. Ja, eens, tof om te horen en ik denk ook wel voor heel veel mensen gewoon überhaupt inspirerend. want dat is iedereen kan zijn eigen leven maken of kraken. Zeker. En dat, dat staat dus ook bij die, bij die positieve gedachten en, en het geloof erin en daarna het werk wat je ervoor levert. Als ik terug ga naar jouw jeugd ik hoor jou net dan uh, die, die eerste belangrijke wedstrijd die was 17-18. Dan denk ik even aan mijn eigen leven toen ik 17-18 was. Zeg maar hoe wij zijn opgegroeid en uh, het leven wat wij toen hebben geleid zeg maar, rond de puberteit is dus denk ik ja. compleet tegenovergesteld van elkaar. Ja. Ik wilde feesten, ik wilde, <laughs> ik wilde op pad, vakanties, achter de meiden aan, drank, drugs. Um, heb jij ooit uh, het moeilijk gevonden dat, dat mensen om je heen... Ik weet niet of jouw vrienden bijvoorbeeld wel dat soort levens uh, hadden in, in hun puberteit. Ja, zeker. Heb jij het ooit moeilijk gevonden dat, dat, dat je daar niet aan kon roken of dat je dat moest laten? Of was dat geen enkel probleem? Nee, niet echt, omdat ik... Um, het, het enige wat ik... Even snel terug. Wat ik... Wanneer ik het moeilijk heb gehad... Is van de leeftijd van 13 tot 16. Toen heb ik het moeilijk gehad. Waarom? Ik kon geen wedstrijd doen. In ieder geval. Het was heel moeilijk. Omdat ik groot, zwaar was. En tegenstanders waren bijna niet te vinden. Ze zeiden mijn vader... Wacht maar tot je 16 bent. Toen die tijd kwam je in de volwassen divisie. Het is natuurlijk nu helemaal veranderd. Veel strenger. Maar we praten over lang geleden. Over 16 jaar geleden bijna. Dus... Ja, dat, dat was dat. Maar mijn vriendjes, uh, het ergste was, mijn vader huurde een gymzaal tegenover het zwembad. <laughs> en nou, lekker smiddags, woensdagmiddag, we gingen met z'n allen zwemmen, dit, dat. Uh. Boys, vanavond zijn we daar. Ja, precies. Um, boys, vanavond moet ik trainen, man. <laughs> en ik moest echt trainen. van even mijn vader, de dagen dat ik les geef dan moet je er gewoon zijn. Wat zeiden ze dan tegen je, die vriendjes? Probeerden ze je nog over te halen op zo'n moment? Ja, dit, hé, hey, maar... Dus ja, ik heb het wel een paar keer gevraagd. maar Dat ging niet goed. Dus dan denk ik denk, ik vraag het niet meer, ik ga gewoon trainen. Dus en dan het, ja, het ergste was de training begon om 7 uur, was om half negen afgelopen. Maar het zwembad ging om acht uur dicht. Dus um, dat het gewoon een gymzaaltje was, kon die gasten, die kwamen gewoon binnen. Want we deden ook met school, deden wij daar gymmen. Die kwamen daar gewoon binnen, kwamen nog even na een laatste stukje van de training bekijken. Die je toch, die als je gezwommen hebt, je haren is wel helemaal in de war. je ja, ogen van er precies dat. Dus. En we kwamen daar lekker zitten. Dat ik allemaal gemist. Maar nu, uiteindelijk ben ik natuurlijk heel blij en heel dankbaar daarvoor. Omdat dat heeft me wel de discipline gegeven die ik vandaag heb om te doen, Zeker. Om te doen wat, ik, wat ik nu doe. En de focus en de visie te geven. En toen ik eenmaal 16 was, of werd en die wedstrijden ging doen. En bleef doen. En dat ik continu die positieve feedback kreeg, dacht ik van ja man, ik moet, als ik hier gefocust inga, dan gaat dit gewoon goed. En dan heb ik gewoon. Ja, natuurlijk heb ik jointjes en weet ik veel gekke dingen op mijn pad. Van, hey, Rico, 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 probeer dit, probeer dit. Mm. Nee man, dat is niet mijn ding. Nee. Um, ja, dus niet het, ik heb niet het gevoel dat ik dingen gemist heb. Nee. Weet je wel? En het grappige is dat je toen die tijd... Dus er mensen aan je vragen van... Hé, hey, uh, wat wil je worden? Ja zeggen: ik wil kickboxkampioen worden. Ja, dat is goed man, doe je best. Ja. Weet je, dat <laughs> mensen denken Ja, right. Deze man is gek. En dan nu, zelfs zoveel jaar later, dat als ik dan net kampioen ben of een paar keer kampioen ben geweest, diezelfde mensen tegenkomt. Zo, oh, Rico, weet je nog, die tijd dat je zei: ik wil kickbox komen, je hebt het gewoon gedaan. Niet normaal, dit, maar dat is het. Weet je. Meer dan niet waard dat, geweest. Ja, maar niemand hoeft het te geloven. Als jij iets zegt, hé, hey, ik wil piloot, dokter, whatever. Ik ken ook kleine dingen over verpleegkundige, straatmaker. Kan het kan gekke dingen zijn. Als jij zegt dat je daar wil komen en daar alles voor wil doen, dan kom je daar 100 En dat maar iedereen mag, je, iedereen mag aan je twijfelen de nee, mensen om je heen alleen als jij erin gelooft dan kom je er ja. want jij bent degene die het werk moet leveren niemand anders maar in je puberteit hè, ben je natuurlijk vatbaar voor van alles hè? en ook uh, weet je, je je hebt ook te maken met groepsdrukken je wil je bewijzen voor vriendjes en nee, vriendinnetjes nou, veel, veel mensen hebben dat ja ja weet ik dat maar dus... ik heb daar geen last van gehad nee dat ik gewoon echt ik was gewoon de focus mijn was mijn hoofd had. van ik had dat gezien en dat is gewoon mijn droom ja en niet voor niks geweest. Nee, en als je je droom wil uit laten komen, dan moet je daar gewoon echt, echt voor gaan. En dan is echt: ik weet 100% zeker dat ik niet de meest getalenteerde ben in wat ik doe. Nee. Nee. Maar ik ben wel 100% zeker een hele gekke uh, work nee. ethic. Snap je? Ja. Ik ben gewoon, ik ben niet bang om kapot te gaan. Nee. Heb je? Maar echt, echt kapot te gaan. Ik, ga, ik ben sneller overtraind als dat ik. Denk van, oké, okay, nu moet ik even rust pakken. Ja. Mijn trainer moet mij terugtrekken. Zeg van, hé hey vriend, beter doe je nu niks. Want anders dan val je dadelijk val je om, weet je wel. En dan is je lichaam kapot en dan heeft het geen nut. Nee. Dus dan soms is, is juist rust beter dan de arbeid. Alleen in mijn hoofd is als ik stilsta, dan sta ik stil. En dan gaat mijn tegenstander mij voorbij. Dus het is een soort van focus ja. om continu te werken, werken, werken. Ik vind het niet erg om te werken. Ik zit nou ineens, ik zie zo'n zo zo beeld voor me. Als je kijkt naar alles wat je nu bereikt hebt, dat je dan denkt van. Stel je voor dat je dat had laten schieten. omdat je toen in die tijd met je vriendjes een blootje wilde roken ergens bij ja. een zwembad. Weet je wel? Dat zou toch heel heftig geweest zijn? Ja, dat toch, heel ja, is en... toch bizar? Ja. Nee, maar het is gewoon die, die gedachtegang. Ja, die werkt gewoon voor mij. Ja. Gewoon hé, hey, Gewoon hard werken en. Oké, okay, wacht. Voordat. we... Uh de mensen die kijken of mensen die luisteren dit verkeerd gaan het is niet dat ik niet oké okay ben met waar ik nu ben nee. ik ben oh, ik ben op zo'n mooie plek ik zit op zo'n goede plek in mijn leven ik zijn op orde weet je wel. alles is ben dankbaar maar ik ben nog steeds diezelfde gedreven guy om continu te werken want ik zet andere doelen natuurlijk was het doel om kampioen te zijn oké okay, nu ben ik kampioen nu wil ik kampioen blijven ik wil die sport optillen. Ik wil arenas uit. We hebben gewoon we hebben een voetbalstadion uitverkocht. Het heeft kickboksen nog nooit gedaan. In ieder geval in Nederland nog nooit gedaan. Ik was erbij. Er dat ja. was krankzinnig die dag. Dus, dat is crazy. Dus dat is... Snap ik. ik vind het ja. leuk om die, die dingen neer te zetten. Om geschiedenis te schrijven. En heel Nederland keken. Want uh, met heel Nederland bedoel ik... Bijvoorbeeld mijn moeder die heeft niks meer te ver gespoort, Maar die zat gewoon te kijken. Ja. Dus het is, het, is, het is echt... Het is uh, bijna een soort van mainstream geworden. En dat is wel vanaf... Uh, dat jij voor glory bent gaan vechten, is dat wel geëvalueerd? En, en ja, die laatste partij was natuurlijk ook geweldig tegen padden. Ja, is ja, te en, gek. Ja, en dat zijn dan de wedstrijden waar mensen voor leven, weet je wel? Die Thijs en Holyfield. De... Ja, maar daarvoor werd, werd kickboksen toch een beetje weggeschoven. Weet ja. je wel? terwijl in Japan waren de Nederlandse vechters grootheden. Ja. en in Nederland konden ze gewoon naar de Albert Heijn en niemand herkende ze. Ja, maar dan komt het een hele andere, hele andere imago, een hele andere vibe omheen heen. En dat wilde ik dus, dat was ook een van mijn doelen om dat te laten zien. Dat dat anders is. Dat mm. niet, tuurlijk, dat zijn daar. Maar dat is in elke sport zitten er rotte appels tussen. Ja. Hebben? En, maar nu zijn we daar, dat we gewoon met, met wat we doen, gewoon uh, goed onze boterham kunnen verdienen. En daar gewoon goed van kunnen leven. Ja. Weet je wel? En ja, dat is gewoon, dat is te gek. En dat iedereen dat dan op deze manier omarmt, ja, daar ben je alleen maar super dankbaar voor. Tof. Ik. Um ik heb, wel, ik heb wel eens gezien dat, dat, of je ziet wel eens, bedoel ik, dat uh, sporters die hun hele leven lang eigenlijk alles opzij hebben gezet voor de sport, um, jarenlang heel gedisciplineerd hebben geleefd. Op het moment dat de sport dan stopt, zie je ook wel eens met voetballers, dat ze het dan heel erg moeilijk vinden om controle te houden, omdat er dan een soort wereld open gaat ja. die ze daarvoor altijd ver weg hebben geduwd. Ja. Voetballers die ineens veel uitgaan, feesten en zichzelf dan een beetje kunnen verliezen. Um, ben je daar wel eens bang voor dat die periode ooit aanbreekt? Nee, eigenlijk niet. Want uh, in mijn ideale uh, wereld, in mijn hoofd, ben ik... Uh, hoop ik dat dit een van mijn laatste contracten is. Hoe oud in ben je nu eigenlijk? 31. Oké. Okay. Dus nou, je zou normaal gezien, echt mijn voorgaande kampioenen... hebben dit toch zeker al een jaar of 7, 38 wel gedaan. Sommigen wel langer. Maar het is gewoon niet mijn ambitie. Nee. Dus ik, en ik, grappig is dat al die oude kampioenen... Hebben wij ook allemaal gezegd, dit en dat. Maar ik doe zoveel... Heel veel van die gasten hadden niet niks eigenlijk. Uh, hadden niet echt iets wat ze zouden willen na de sport. Naast een, uh, een sportschool of whatever. Maar mijn ambitie is gewoon acteren. En daar hoop ik diezelfde... Waar komt dat eigenlijk vandaan, die ambitie om te acteren? Ja, weet niet wat? Dat is gewoon... Vind ik, toen ik opgroeide, zag ik de film Kickboxer, ja. Terminator. Ja. Ik dacht gewoon dit wow, is crazy <laughs> En dan ja, met die guns en je kan juist in die films kan je dingen doen die gewoon een soort echte, nieuwe Rambo. Ja, dat je die je in het echte leven niet kan doen, weet ja. je wel. En dat is te gek. En nu, nou, ik ga een echte Hollywood film maken en ik ben in de voorbereidingen daarvoor eigenlijk jammer genoeg door deze tijd. Uh, zouden we eigenlijk deze maand we al bezig zijn met het schieten van de film? Kun je daar al wat meer over vertellen of? Uh, nou ja, het is een, uh, een beetje een storyline. Uh, aan de basis was, ik werd dus benaderd van Rico... we willen gaan een film uh, maken met jou in de hoofdrol. Want we zien jou als nieuwe actiestart. Nou, te gek. Als, iemand, als je dat krijgt, dat is dat ja. een uh, supergroot compliment. Wat voor iets zou je willen maken? Zou ik even terug... Dus, jullie willen dit doen, met mij... en ik mag be bepalen... ik mag een voorkeur geven naar wat voor soort film? Ja! Let's go, ja, <laughs> dus truly. ik zei: Oké, okay. um, dus ik ja, co-produceer deze film ook mede, dus waardoor ik ja, zeg maar een vinger uh, in de pap heb. Mag je ook andere acteurs kiezen? Ja, ja, te gek. Oh. Te gek. Dus uh, we, we, we got a budget. We Wat got a budget. I, uh, I know a guy from the Netherlands, Guy ja. typetjes. <laughs> yeah, he is great. Ik <laughs> heb hier de nieuwe Scarface. Yeah. Dus uh, kan mannen en vrouwen spelen. In <laughs> <laughs> dus als we hem één keer betalen, kunnen we meerdere <laughs> malen inzetten. Dus, uh, dus ja, dat is te gek. Dus ik zei, oké, okay, het lijkt me heel tof om een storyline uh, te nemen... zoals Teken uh, met uh, Liam Nielsen. Geweldige film. Ja, en uh, Man of Fire met Denzel. Ja. Ik zeg, die waar mensen zich soort van in meegesleurd voelen... Weet je wel? Dat dus je eens denkt: van, als ik die guy had geweest, had ik dat ook gedaan. En het is normaal. Redelijk normaal. Er gebeuren heftige dingen, maar het is redelijk normaal. Waardoor je meegezogen wordt in het verhaal. Nou, toen zijn we daar eigenlijk in dat, in dat uh, proces gegaan. En um, letterlijk van het begin, letterlijk helemaal van het begin zelfs tot het uitkiezen van een schrijver. Gewoon, we hebben vier, vijf schrijvers, wel wel meer, maar die ik dan gesproken heb. Hebben we zes Bulletpunten geven en die zijn gaan schrijven aan de hand van die. gewoon gaan zitten, nou vertel je verhaal maar. Die gaan dan vertellen. Oké, okay. next. Oké, okay. next. Op een gegeven moment die derde guy komt en die begint te vertellen. en die raakt mij, ja. dat hij gewoon vertelt. Oké, okay, oké, okay. oké, okay, wat gaat het dan? Nee. Oké, okay, en we het nu helemaal voor het Helemaal daar. Dus die guy heeft dus nu ook de, letterlijk de film geschreven. Nee, En hij is af. Hij is, het het ja, verhaal het, is af. Het verhaal is af. We hebben het script. Dus uh, kijk, tuurlijk zijn er nog een paar kleine. Dingen zijn er zijn ook castings geweest ook, voor die. Dus daar zijn ze nu mee bezig. Ze zijn ja? nu Met, met uh, audities bezig. Ook in, uh, oh, via Engeland. Dus, uh, en een paar uh, ja, grote namen waar we mee bezig zijn. Dus ja, uh, yeah, crazy. Je bent gewoon weer in een heel nieuw hoofdstuk van je leven. Ja, man. Land. Ja, dus wat ik zeg is, ik hoop nu dat ik diezelfde overgave en diezelfde tinteling krijg uit, uit dit stukje andere entertainment kijk wat ik doe kickbox is ook entertainment natuurlijk want veel arena's en noem het maar op maar ja deze kant van de entertainmentwereld uh, is toch heel anders kijk wat jij ook hebt met met de televisieprogramma's die je maakt is ook entertainment en dan ja is het toch leuk weet je wel en dan ja, doe je dan ook nog eens uh, theatershows, nou Ik was bij jouw eerste theatershow, crazy, ja, ja. gek. En dan, weet je, ja, dat soort dingen. Ik, ja, super trots en te gek. En dat, dat, dat soort dingen, dat vind ik gewoon, ja, vind ik leuk. Vind ik echt leuk. kan me wel voorstellen dat omdat, omdat uh, het kickboksen zoveel van je vergt... Uh, qua training en qua lifestyle... dat het en een grote filmster worden in Hollywood... en kickboksen, dat het redelijk lastig zal worden om dat, dat te combineren. Samen. Nee, dat gaat niet samen. Dus Met jij daarom, zegt... Uh, ben ik nu ook langzaam de transitie aan het maken. Ja. Dus ik uh, nu ik ga nu een film maken, ja. hoop ik in uh, augustus. Uh, en dan focus ik me 100% daarop. En dan daarna ga ik me weer voorbereiden op een wedstrijd. En dan zo wil ik continu fases gaan, dan dadelijk dan op een gegeven moment maak ik alleen nog maar films. Maar als je gewoon nu even een leeftijd moet noemen om, om te stoppen met kickboksen, wat zou dat zijn? 4,35 435 35 Marks, en dan full, full uh, on in ja, Hollywood. Ja, en daarom ben ik nu al aan het blenden. Ja. Snap je? Je kan niet zeggen, boom, ben nee. ik klaar. Wat ga ik vandaag eens doen? Wat, ja. wat ga ik nu doen? Wat is de volgende? Dan ben je te laat. Mm. Ik ben hier echt al jaren mee bezig. Met ja. Dit hele proces van ik wil gaan acteren. En acteerlessen nemen. En Weet je, heb, waarom... je die, uh, heb je die um, documentaire gezien van uh, Jimmy O'Veen en uh, ja, uh, tuurlijk, Dr. Dre? Daar zit een quote in. Die vind ik, dit, dit is ook weer... Komt neer op wat jij nu ook zegt. Die Jimmy zei in die documentaire, uh, veel mensen uh, doen een trucje. Daar worden ze succesvol mee. Dus uh, in zijn geval hadden het over artiesten die brengen een album uit. En dat album is een hit. Iedereen wil die liedjes horen. Ja. Die artiesten worden lui, want dat trucje werkt. Dus wat doen ja. ze? Ze proberen de volgende keer datzelfde trucje te halen. En hij zegt, je moet, voor de, echt in het middel van je succes, moet je al durven. Innoveren en zeggen van: Mijn volgende album wordt compleet anders. Ja. En dan moet je gewoon tijdens je succes al een stap in durven zetten. En ik heb dat, dat heb ik echt vaak over nagedacht. Want ook in mijn eigen werk heb ik wel eens gemerkt dat ik op een gegeven moment, je doet iets dat werkt. Dat, heeft, dat brengt je een bepaald succes. Mensen vinden dat leuk. Maar op een gegeven moment word je daar een soort van lui in. Ja. En dat lui zijn, dat, dat vind ik een. Onprettig gevoel. Ja. En dan wil je eigenlijk altijd alweer een soort van volgende stap maken waarmee je mensen gaat verrassen. En volgens mij is dat ook wat jij nu een beetje zegt. 100% weet je. Dus um, daar, ik zeg altijd: never get comfortable. Nee. Ga niet achteruit zitten en hangen, want dan ergens gaat de concurrentie gaat je inhalen. Ja. 100%. Weet je wel? Gemakzucht is denk ik de grootste, het grootste gevaar voor succes. Ja. In tegenstelling tot een lastige achtergrond hebben, of een lastige waar je vandaan komt. Als je achtergrond niet per se uh, de mogelijkheden heeft tot succes, ben ik van mening dat de kans groter is dat je alsnog succesvol gaat zijn met de juiste input, mm -hmm. dan als je gemakzuchtig bent. Ja, absoluut. 100%. Dat is dat is echt de grootste bedreiging die er is en zeker als je al succesvol bent moet je gewoon zo erg oppassen dat je niet achter gaat hangen want dan gaan mensen je inhalen. Zelf zeker. Met mij als ik nu ben, ik wil kampioen worden ik wil kampioen worden. Boom dan nu ben ik er. Oké. Okay. Ja. Yes, ik ben kampioen en wat dan dan nu voor toen begon voor mij pas de echte uitdaging en dat was kampioen blijven. Blijven ja. Maar die druk dus die je ervaart op het moment dat je dus uh, je, je, je wil succesvol blijven. En je wil je eigenlijk je concurrenten voor zijn, die druk kan als heftig ervaren worden. Maar tegelijkertijd is die druk je motor om te blijven innoveren en die volgende stap te zetten. Precies. Want zonder, als je die druk niet ervaart of voelt, dan ben je ook niet uh, op de hoogte van het feit dat je dat je moet blijven durven aanpassen. 100%. Kijk, en voor mij wat heel fijn was, is misschien niet de juiste, maar ik zeg het nu even zo. Is. Um, ik heb het momenten gehad dat ik het echt lastig had. En dat was dan dat uiteindelijk, ik ben van mijn mening: iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. Dus ik had, uh, of wij hadden een, toen een huis en we hadden een, uh, een dochter. Oké, okay, maar als je ervoor kiest om een kind te nemen, dan is dat jouw verantwoordelijkheid. Dus een baby die gaat ervan uit dat er voor gezorgd wordt. Mm -hmm. en als je die verantwoordelijkheid aangaat, dan moet jij zorgen dat er eten op tafel komt. Maar we hebben echt dagen meegemaakt, of weken meegemaakt dat er bijvoorbeeld nog maar 20 euro was. En dat je nog pampers moest kopen en nog dit moest kopen. Maar ik moest ook nog benzine halen om naar de sportschool te kunnen rijden. En vandaag, dus in mijn hoofd, was dat gisteren. Ja. En omdat dat gisteren was... Ben ik vandaag gemotiveerd om alleen maar die kant op te gaan. Want ik sta met mijn rug tegen de muur. Hmm. Ik realiseer me heel goed dat dat niet letterlijk gisteren was. Maar dat, die mindset houdt mij wel gefocust om dag in dag uit hard te werken. Ja. En niet, uh, ja, niet gemakzichtig te worden. Omdat ik gewoon heel dankbaar ben voor waar ik ben en de dingen die ik kan doen. Maar het kan ook zomaar voorbij zijn. Ja. Dus pak elke dag zoals die komt en geniet daarvan. Ja ik, ja, ik ben het hier, ik ben het er gewoon helemaal mee eens. Ik vind het, ik vind het, ik vind het een heel leuk gesprek ook, omdat ik... Uh, uh, je, je merkt toch dat als je... Het maakt niet uit, zeg maar, als je met mensen praat die hun doelen uh, hebben verwe verwezenlijkt of achter hun dromen aangaan, dat ze uiteindelijk toch tegen dezelfde dingen aanlopen en je hetzelfde advies zullen geven. Ja. Uh, je hebt vroeger ook van die, van die ondernemers bijvoorbeeld die succesvol waren geworden, die roepen van... Ja, gewoon doen. Dan dacht je dat, ja, lekker cliché. Maar het is gewoon zo simpel als dat. Gewoon doen, geloven, volhouden en gaan. En, uh, dat is het belangrijkste, weet je wel. continuïteit. Ja. Hou dit vast. En wat voor mij werkt, is ik omring mezelf met mensen die dezezelfde mindset hebben. Die positief zijn, die hard werken. Ze zijn succesvol, maar ze zijn nog steeds op die plek. Ze denken, ik ben er, maar ik moet nog steeds hard blijven werken om daar te blijven. Snap je? Um, weet je het is gewoon, ik, het is niet fijn om mensen te, uh, ja, te moeten pushen of dat je denkt van, continu mensen, whatever, op te ja, moeten tillen of, of zo. Weet je wel. Ik, heb, ik moet eens lachen. <laughs> ik laat laatst een, uh, ik vind Wil Smit te gek. Het ja. is echt ook een, een uh, motivatie en noem het allemaal op. Dus die zeggen op een gegeven moment, kijk in je telefoon, weet je wel, naar de laatste vijf mensen die een bericht gestuurd hebben. Are those people that boost your flame or piss on your fire? Ja. En dat is precies wat het is. Ja, dat is, ja, klopt. Het ook, ook is niet omdat je dan uh, per se uit elk persoon iets moet krijgen. Dat je per se van die persoon wat moet hebben. Dat is het niet. Maar het is wel mensen waar je energie van krijgt. Juist. En dat ken van alles. Het hoeft niet per se in, in geld te zijn. Het kan ook in liefde zijn. Of Het kan in van alles zijn. Het hoeft niet dat het materialistisch of wat even wat te zijn. Maar het is gewoon... geven ze jou iets waardoor jij... Opleven, ja. En dat je daar energie van krijgt. Dat is heel belangrijk. Ja, maar dat is, alles is gewoon energie. Dus je, je wil mensen om je heen hebben... die diezelfde energie als jij hebben. En exact, het is niet dat je per se... van diegene wat moet krijgen om verder te komen... of dat dat een connectie of... Iemand is uit je netwerk waar jij weer wat aan hebt. Maar het moeten mensen zijn waardoor jij gemotiveerd bent. En die jij kunt motiveren. En als je samen in dat energieveld komt, ja. dan, dan kun je met z'n allen creëren. En dan weet ik zeker dat je tot grootste ding in staat bent. En je hebt ook wel eens mensen um, dat je zegt van uh, bijvoorbeeld, uh, als je bijvoorbeeld vroeger je dromen uitsprak, dat vriendjes van jou toen tegen je zeiden van. Ja, ja Rico, uh, kampioen kickboksen. Uh, joh, uh, als jij er maar in gelooft. Wij gaan lekker zwemmen. Uh, nou. We horen het wel. Dat is demotiverend. En eigenlijk moet je ook zorgen... dat dat soort mensen je ook niet van je pad afhalen. En nee. ik denk dat dat ook met je, met je omgeving heel belangrijk is. Precies. En het is heel goed mooi dat je dit aanstipt. Omdat wat ik denk ook heel lastig is voor heel veel mensen... is dat um, wat pijnlijk is... dat mensen heel dichtbij je, waar jij heel veel om geeft... dit tegen jou kunnen zeggen. Terwijl je eigenlijk liever... Iets anders zou willen horen uit die mensen. Alleen. Wat, wat je moet realiseren. is dat jij. niet in de hand hebt. wat uit de mond. en uit de gedachten komt. van die persoon. En dat is. Uh, en dit geldt letterlijk in elke situatie. Bijvoorbeeld. Um, whatever. Uh, ja, uh, bijvoorbeeld je vriendin. Mm -hmm. Die zegt: hé, hey, Kai, wat vind je hiervan? Ja, is oké. Okay. Prima. Ja, prima. Je kan het dragen. Maar, maar dat zij bijvoorbeeld nu geïrriteerd is op jou, omdat jij niet zegt: Wauw, het is dit. Maar sabi, zij is niet, je kan niet in haar hoofd kijken en zeggen: oh, dit is wat jij wil horen. Jij geeft gewoon jouw mening en jij zegt op jouw manier wat jij daarvan vindt. Weet je wel? En, um, en dat is heel belangrijk: dat je niet bepaalde dingen moet verwachten van mensen, dat ze reageren zoals jij hoopt dat ze gaan reageren. Want dat gebeurt nou eenmaal niet. En dan ga je echt heel vaak teleurgesteld ja. zijn. Dus als je op het moment dat je dat realiseert... dat dat niet altijd gebeurt zoals jij... en gewoon in je hoofd hebt van... oké, okay, ik ben degene die het moet doen. Ik spreek het uit. Hé, hey, dit is wat ik wil. Je mag erachter staan. Ik waardeer je support. Sta je dat niet, ja. is het ook oké. Okay? Ja. Want ik ga het toch doen. Want ik, dit gaat gebeuren, linksom of rechtsom. Ja. Ja, en, en het is denk ik wel. Het, is het enige wat daarin wel fijn is. denk dat je mensen hebt, of het maakt niet uit, je hoeft allemaal niet hetzelfde te doen of hetzelfde na te streven, maar dat je met z'n allen in elkaar gelooft of je elkaar support en daarin elkaar blijft motiveren. En ik vind. Uh, ik vind het fijn ook wel om mensen om me heen te hebben. En dat kan een hele kleine dingen zijn, uh, die je op een bepaalde manier inspireren. En uh, dat hoeft echt niet met allemaal grootste dingen te zijn. Dat kan met de kleinste dingetjes zijn. Ik bedoel, uh, je hebt altijd vrienden in je groep... Die, waarvan de een weer op zo'n manier naar de wereld kijkt... dat je denkt, zo, wat een verfrissende blik. Ja. En met iemand anders heb je weer... Een, als je een probleem hebt, dan ga je daar weer mee naartoe... omdat ja. je weet van, hey, die heeft altijd hele praktische oplossingen. Ja. En dat, dat vind ik fijn, om je wel te omringen met mensen... die, die, die je waarderen en die je in je kracht laten staan... En, en waar je ook op die punten echt wel iets aan hebt. Ja, ja dat is leuk, weet je. En ik vind het gewoon leuk... Om je met dat soort mensen te omringen. En ik weet niet. Ik vind het ook gewoon leuk om op een bepaalde manier uh, verrast te worden. Ja, ja zeker. Ja, ja. Dus uh, ik, omdat het uh, van mijn uh, natuur. Het gaat nu heel goed. Uh, ben ik heel makkelijk. Ik wil eigenlijk altijd betalen. Weet je wel? Ik ga dit. Ik pak het wel. Geen probleem. Als je met vrienden bent. Of met kennis. Whatever, yeah? Whatever. Yeah. Vrienden, vriendinnen, whatever. ik Ik, ik heb het al. En. Als iemand ineens zegt van of je wil het gaan met tafel. Nee man, het is al geregeld. Mm -hmm. nice. weet je, ik, ja, ik weet niet. Ik hou gewoon van dat mensen initiatief nemen die niet altijd vanuit gaan dat, dat jij shit oplost. Ja. Weet je wel? Ik weet niet. Ik, uh, ik vind het gewoon mooi dat ze zeggen van, hé, uh, hey, weet je wel, uh, dat je, of dat jij altijd met ideeën komt. van... Hey, zo nu dit. Nee, man, ik heb al wat geregeld. We gaan ja, dat doen vandaag. Precies, ja, ja. Ik hou ervan. Ja. Ik hou er gewoon gewoon die positiviteit. Gewoon die werk en. Ja. Ik like Ik hou van mensen die gewoon ook zeker zelfstandig zijn. Lekker hun eigen ding doen. En, uh, en dat je gewoon samen elkaar aanvult. Ja. Top. Hey Rico, ik. Uh, ik nee. Ga... nee, nee. Is er klaar? Wil je nog je door? Ga, je gaat toch nou niet zeggen we <laughs> klaar zijn? Kom, we zitten er <laughs> Hoe lang net... zitten we, Thijs? minuten. Uh, we, we lopen net warm, Weet je wat ik ondertussen wel even ga doen? Ik ga heel even een klein toiletstopje maken. En ik heb nog wel één. Ik wil nog wel even één dingetje. Je houdt nog wel van. Kom terug. Ik kom bij je terug. Super gezellig, jongens. We zitten bij Kai op de, in de podcast en uh, dan uh, zit je op een gegeven moment alleen. Dat hij, uh, weet ik al van, van toen, we nog deden, toen we nog samen deden trainen. Hij heeft maar een heel klein blaasje. Dus uh, hij moet snel, uh, moet snel naar de wc. Ja. ja. Het is wat het is. We moeten het ermee doen. We kletsen lekker de tijd vol. En uh, Kai komt zo terug. Dus tot zo. Hey Rico, um, je bent goed in visualiseren. Je hebt een duidelijk plan voor de toekomst. Um, schets even dat beeld. Je bent straks Filmster in Amerika. Hoe gaat je ja. leven eruit zien? Neem ons even mee in, in je nieuwe hoofdstuk. Uh, ja, ik hoop eigenlijk gewoon. Waar ga je wonen? Hoe gaat het ah, leven er, eruit zien? Weet je, ik, uh, ik moet zeggen dat ik best wel oké okay ben op de plek waar ik nu zit. Het is gewoon, uh, ik woon in, in, in Halsteren, in Brabant. <laughs> Mijn plek plekje <is> van rust. <laughs> ik, ben in die, ik ben in die buurt opgegroeid. Mensen kennen me. Dus het is gewoon nog een beetje. Uh, Weet je wat het is? Dus ik moet, wat ik trouwens even wilde vertellen, is dat het heel bizar was. Dat ik voor het eerst heb meegemaakt, dus dat is dan waar je dan naartoe gaat, hè. Dat het, dan weet je dat je het echt gemaakt hebt, dat de paparazzi staat te wachten. Ja? Nou, als je weet dat de paparazzi in de halster staat, dan komen ze maar voor één <laughs> <en> iemand. <laughs> dan kan je handen. Bij mij in de straat, dat ik echt zoiets van: wauw. Ja. Wauw, dan ben je op een level hoor. Dan ben je echt daar gewoon. Dan o, je ben je dat gewoon... niet irritant? Ja. Uh, ik zei ook letterlijk: Wat kan niet doen? <laughs> ik ben echt gestopt. Ik heb gewoon zeggen: Ben je nou letterlijk foto's aan het maken? Wat? Ja. Dus nee, dat was, was heel, heel apart. Ja, zodra er, apart. zodra er iets uh, in je privéomstandigheden aan de hand is, dan, dan komen ze een vlieger op je af. Hè? Ja, dat wordt bij het succes. Dat is ook. heel gezellig. Heb je, heb je ze weggestomd? <laughs> nee, nee. Ik, 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 ik was letterlijk, uh, ik was ook echt maar heel even thuis. Ik had les aan de dag alleen maar afspraken. dus uh, ja. Maar je hebt het lekker op de kaart gezet. Want de bakker ja. die moet al die paparazzi natuurlijk kruisantjes verkopen. tegen ja, de middag. Dus dat je dat houdt de economie een... daar. <laughs> Daarom. De halstergelekker <laughs> is, is fucking booming. <laughs> nee, maar nee, ik weet niet, man. Ik, uh, ik denk wel als, dat, ja, als het loopt zoals ik in mijn hoofd heb gevisualiseerd. Als ik het nu ideaal beeld mag geven, dan uh, dat ik meer op en neer ga hoppen. Als dat ik al doe, zeg maar. Ik ga nu al, merk al dat ik al steeds meer daar naartoe ga. Um, ik heb daar mijn vrienden. Uh, als ik daar ben, ik weet de weg. Ik, ik voel me daar ook thuis. Maar dan, dan kom je denk ik, als je de filmindustrie ingaat... automatisch uit in Californië, toch? L.A. Ja, maar ik heb het nu ook over L.A. Dus waar, ja. ik, ben, waar ik veel ben. En dan heb ik het gewoon aan mijn zin. Ja. Dus het, wat ik zeg, het voelt daar ook gewoon als thuis. Ik ken er heel lekker mijn ei kwijt. Ik heb dus precies de sportscholen waar ik kan trainen. Daar kan ik boksen, daar kan ik dit, daar kan ik krachttraining doen. Uh, die woont daar, die woont daar. Supergezellig, dus... Ja, dat werkt gewoon, dat is gewoon heel fijn. Gewoon het klimaat, je hebt alles daar. Weet je wel, het is gewoon. Uh, ik, en wat ik heel fijn vind, uh, kijk niet vergeten, Amerika is heel nep hè. Het is mm. overal maar... Even, hey, how are you? Yeah, dat is yes. allemaal heel overdreven. Maar wat ik heel lekker vind, niks is een gek idee. Nee. Dus als je uh, met een idee komt, dan is het van, nee, van, dat, dat moet je niet doen, man. Dat is echt, dat uh, is too much. Nee, er alles is, er kan. Is, er hè? is geen gek idee, omdat ze weet alles is mogelijk. Ja. En daar hou ik van die mentaliteit: oké, okay, als jij erin gelooft, ga ervoor. Ik hou van die mentaliteit, vind ik, vind ik te gek. Dus, maar ik zou nooit helemaal weggaan uit Nederland. Dus ik nee. zou het een beetje op en neer opnemen. Nee, maar wel een groot contrast hoor. Dat uh, L.A. en dan weer terug naar ja, Australië. <laughs> ja, dat is het ook wel, maar het is, wel, het is toch ook wel lekker ofzo. Uh, Uiteindelijk lekker Nederlands, lekker normaal. Lekker, ja. uh, niet, uh, niet te gek doen. En dan straks komt die... Uh, hè, als het coronavirus nou eindelijk eens eventjes opdondert... Um, dan, uh, dan ga je op een gegeven moment waarschijnlijk aan die film beginnen. Uh, daar speel je dan in. En uh, dan gaat dat nieuwe hoofdstuk wel echt beginnen. Ja. Uh, ook wel weer lekker, denk ik. Zo'n nieuw, zo nieuwe impuls, een nieuwe, nieuwe ja, prikkels. Het, het is continu... Um, ja, het is zo gek om te zeggen... Ik zeg, mijn leven voelt bijna aan als een film. Ja. Zo gek, want... Het, hoe tof is het dat je gewoon uh, bijvoorbeeld de mensen die mij motiveren, Kevin Hart, een uh, The Rock, die heb ik toen een aantal jaar geleden allebei tegelijk binnen een paar maanden ontmoet. Weet je wel? Maar het zijn mensen die mij echt motiveren, omdat die, die staan hier. Snap je? Die staan op het allerhoogste niveau in wat hun kunnen doen in, in, in hun vakgebied. Mm -hmm. En nog steeds dag in, dag uit, super gemotiveerd om keihard te werken. Ja. Nou, dat, Hoe is Kevin nou, Hart? Is wel een mooie kerel voor mij. Dat is echt een Zo'n toffe gozer. ja, dus uh, van hem krijg je dus ook als je, als je naar zijn filmpjes kijkt op, op, uh, op Instagram, dan krijg je echt een goede, goede energie van zo'n vrolijke bek. Heeft hij ja. en uh, altijd ook altijd wel bezig met mensen motiveren? Ja, te gek. Dus het grappig was, is we uh, waren in de Ziggo Dome bij zijn show nou, via via achter de, de, samen de samen met Dino. Ja, achter de schermen Superleuk. Uh, maar ik weet dat mijn management uh, al een. Mijn Amerikaanse management al een reach-out gedaan. Van hey, weet je, als jullie tijd hebben om te trainen. Uh, Rico is in Nederland, weet je wel. Let's go. Dat vinden we vind leuk. Omdat ik weet, hij ook van box ja. Dus ze, ze hadden me al. Ze wisten al dat ik daar was. En als ze tijd hadden, dat we dat gingen doen. Dus, uh, maar je weet, het is altijd lastig. dit, dat. Dus toen waren we daar. Hans schudde dit apparaat. Ik zei, hey, als jullie willen trainen, let's go, weet je wel. Laten we het doen. <laughs> dus toen zei van. Nou, we, we spelen morgen in Antwerpen. Dus. Dan kunnen we, ja, weet je wel, daar kunnen we waarschijnlijk wel tijd maken. Ik zeg nou, Halsteren is echt heel dichtbij bij Antwerpen. Misschien dus 25 minuten. Ik zeg dus, let's go. Ik zeg dus, maar als jullie dan met, uh, misschien, ik zeg als jullie rijden van Amsterdam naar Antwerpen, ik zou dan rij je eigenlijk langs Halsteren. Ik zeg dan, ik heb, ja, je daar bij de gym kan je komen trainen, weet je wel? Uh, nee, we gaan vliegen van Amsterdam om naar uh, Antwerpen. <laughs> oké, oh, oké. <okay. laughs> okay. Dus, uh, nou, contact, uh, contact gehouden. En toen zijn ze in de middag van. Uh, de, in ieder geval wat hadden s avonds afgesproken laten we in de middag gaan trainen. Dus ik kreeg een appje om 12 uur van. nou, we zijn echt. we zijn net uit Amerika. Zwaar jet trainen gaat het hem niet worden. Maar nu. laten we na de show trainen. Dus toen ben ik om 12 uur s'nachts. ben ik naar Antwerpen gereden. naar het hotel. En. Uh, hebben we daar letterlijk. van, uh, ja, van half 1 tot. Uh, tot 3 uur s'nachts. Uh, hebben we nee, een joh. uurtje getraind. en voor de rest lekker, uh, lekker gehangen, gekletst. En, uh, in dat hotel ook. In dat hotel, gedaan. ja. In die gym. Wat grappig. Ja, was te gek. Het was te gek. En dan ook dan merk je weer dat je gelijk op zo'n zo klik zit met iemand, weet je wel. Super tof. En uh, ja, nummers uitgewisseld. En later nog uh, gewoon, ja, dat je gewoon elkaar kan bellen, weet je Ik, denk, van, ik heb mijn ja. hart aan de telefoon. Ja. Maar, ja, het is zo, uh, het is bizar. En dan... Uh, ja, dan zie je ineens hoe klein de wereld eigenlijk is. Hè? Ja. Ja, maar echt gewoon. En dan ben je gewoon op dat level. En dan... Ja, gewoon weer hetzelfde. Hardop uitspreken van, hé, dit zou ik naartoe wil. En als er dan ooit wat komt, dan kunnen ze hier een keer ergens tussen klappen. Ik ja. dus ja, was in de tijd dat ik begin van het jaar in Amerika was, heb ik zoveel mensen ontmoet. En ook mensen die ik al kende, weet je wel, Je denkt van zo de sterren die ik nu allemaal gezien heb, is eigenlijk bizar. Omdat het zo normaal is eigenlijk geworden, ik denk ik van oké, okay, het is wat het is. Maar het is eigenlijk bijzonder. Ja, maar ik denk ook vanuit, uh, als je een vechtsportachtergrond hebt en je hebt daarin grote succes bereikt, dat, uh, heel, het is, het, het is dat niet veel mensen durven dat en kunnen dat. Dus je krijgt sowieso vanuit alle hoeken heel veel waardering. Hè? Je ziet ja. nu ook, uh, ja, of, of nou bekende of onbekende mensen zijn, uh, wat ik zeg, mijn moeder zit ook gewoon ineens naar die kickboxwedstrijd te kijken en die zegt, wauw. Tot ze dat durven. En dus ik denk sowieso dat, dat de waardering die je krijgt van mensen om je heen... of dat nou hele grote sterren zijn... dat, dat de prestatie die je hebt ja. neergezet... dat dat heel veel men, voor heel veel mensen ook echt iets unieks is. En dat ze je daarom ook veel sneller uh, zouden toelaten in uh, Ja, zeker. In dat is ook zo. Maar het is ook letterlijk mijn, uh, mijn visie van... ik denk iedereen, wat je ook doet in je leven... iedereen is op zoek naar bevestiging. Mm -hmm. Elke dag eigenlijk. Continu. Als je van hey, tof een blues heb je, aan, man. Thanks, man. Het ja, is, is toch Het is, 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 is lekker. Het <laughs> ja, ja, is ja, gewoon ja. lekker. Ja. En, en zeker als je dat van een, van een onbekende, iemand die je niet vaak ziet of helemaal nooit, ziet. ziet je zie er goed uit vandaag. Oh, thanks, man. Ja. Zeg maar, is, iedereen zoekt die, be, zoekt die bepaalde. Van, als je bekend bent, zoals dat wij zijn, dan krijg je heel veel bevestiging. Maar iedereen vindt het fijn. Mm -hmm. Iedereen vindt het fijn om die bevestiging te krijgen. Mensen uh, eigen. Ja, en dat is gewoon heel fijn. En daar ga je gewoon heel lekker op. En ja. dat is ook weer die positiviteit. Ja. Die positiviteit. En weet je, tuurlijk, van al die positiviteit heb je ook altijd wat negatieve dingen. Ja, laat die op je afkomen. Ja. Lekker van je afgeleiden. en lekker door. En die, al die positieve dingen lekker absorberen. En daar ga je gewoon, gewoon super lekker op. Maar kanttekening is dus wel in dit verhaal ook. natuurlijk bevestiging is lekker. Maar je, we hebben het ook over gehad. Het, ook als je die bevestiging in het begin niet krijgt, laat je daardoor niet. Nee, je, uh, moet, het, je moet het toch ja. doen. Je moet, in ieder geval, als je het, als je het maar graag genoeg wil. Ja. Je moet het toch doen. Want ook al zeg je van ja, ik wil dit, dat. Oh ja, moet je doen. En als iemand zegt, zou ik niet doen. Maar als jij het echt heel graag wil, wil je niet uh, zoveel jaar later jezelf afvragen: van, oh, had, ik het, had ik het maar wel gedaan? Dus dat is een heel mooie. Ik, ben echt een, ik, ik kijk altijd die motivatie speeches en quotes en zo. So. Dus so op een gegeven moment, uh, Denzel, die zegt Denzel Washington, die yeah. zegt dus van hey, hoe, how many ghosts are gonna be around your deathbed? Met what ifs, mm -hmm. weet je wel? Dus hoeveel what ifs ga jij om je heen hebben op het moment dat jij op je sterfbed ligt en je denkt van, ah oh man, toen ik, toen ik die kans had of toen ik de, had ik dat maar even gedaan of toen ik die leeftijd had had ik dat even moeten yeah. doen. Snap je? En die, dat, dat is wat je jezelf moet afvragen. Ik probeer er zo min mogelijk. Ik wil gewoon zoveel mogelijk gedaan hebben, zo hard mogelijk werken. En zeg van, ik heb dat gedaan en ik ben bijna daar gekomen, maar ik heb er wel alles voor gegeven. Je hoeft er niet altijd te komen, hè? Maar als je maar weet dat je er alles voor gedaan hebt, dan kan je dat, kan je dat laten. Weet je, ik heb alles gedaan, ben er net niet gekomen, maar ik kan in ieder geval geen excuus bedenken waarom ik het niet gedaan heb of niet geprobeerd heb. Ja. En dat is gewoon. Ja, ik denk dat dat wel een soort van uh, rust geeft in je hoofd. Ja. Tof. Of genieten. Ja. Maar ik, nou, ik denk als we we kunnen gewoon. Nou, je, vullen, we ja, kunnen het ja, vullen. Wil... YouTube kapot maken. Ja. Met... <laughs> Eén podcast gewoon. Alleen maar motivational. motivational talks. Motivational talks. Nee, ik vind het heel leuk man. Ik, uh, ik, ik uh, ben heel erg blij dat je gekomen bent en uh, dat je zo open was. Um, en ik denk voor heel veel mensen motiverend. Ook voor mij weer uh, tof. Ik, ik krijg ook gelijk weer even een kick van bam knallen. Ja, ga je en, eindelijk weer aan het werk. Dat dus vind ik fijn. Ja. Want je, ik zie je alleen maar zitten en hangen en op die e Instagram. Ja, weet je, ik denk van, kijk, ga nou eens uit je huis, ga nou eens echt, werken, he? man. Je hebt aanbuien van het zitten, ik man. Ik ben zo lui. Ja. Ja, het eerste wat ik nee. ga doen is jou hier die podcast nee. uitzenden, Want jij blijft zitten. Ik, ja, heb nou, maar... ik ben zo trots op deze man, jongens, echt. Deze, we kennen elkaar van toen die acht nog, nog, als ik zeg vlogjes maken, bedoel ik dat niet <laughs> uh, denigerend, maar van die tijd. Uh, kennen we elkaar al en uh, ja weet je, je gaat als een trein je, je doet televisiedingen, je doet alles eigenlijk en alles is booming dus uh, trots op jou broer, echt thanks gek. vriend, hartstikke bedankt en uh, nogmaals bedankt dat je hier bent gekomen en we gaan je in de gaten houden, ik ben benieuwd Sowieso. over twee jaar doen we deze podcast weer dan gaan we kijken waar in Amerika je precies woont <laughs> en wie je nog meer op ontmoet. 100%. oké, okay, thanks man, right. thanks, iedereen guys. bedankt voor het kijken en luisteren, ciao